schat, door een barstelijk trilos. Mijn feest vergroot en klem, gedaan zijn beugels en begon. Ochtend deze heen is stilgezeten en heeft er zijn eigen weer eens lekker in vastgebeten. Want je gelooft het niet, in die familie hebben ze nog zo'n paar zij. Dol en Doline, God maar eens opzij, want uit die fameuze Gutjesfamilie, hier komt hij aan. Hier is Harry. Hey. Jongen. Goedenavond, Osterwijk. Dat klinkt leuk. Dat doen we nog een keer. Dat is keileuk. Ik kom gewoon nog een keer op, gewend. Ja? Je zit er nou toch? Doe ik jullie ekkers mee eens nou te retten, doe maar. Zat. Hey, Allah. Jongen. Mijn enthousiasme. Oh. Jongen. Oh. De laatste keer dat bij mij de mensen zo enthousiast waren, dat was met mijn geboorte. Ja, als moeder kreeg toen de weeën. En ik kwam er zo al bijna uit, weet je wel. Die mensen die erbij stonden, konden men al zien. En ik kon jullie ook al zien. Ja. Maar toen zette het niet deur. Nou, zo enthousiast aan de buitenkant die er stonden. Zo enthousiast en blij dat jullie waren. Heb ik dan al nooit meer meegemaakt. Ja, nou. Dat is de eerste keer. Dus dan begrijp je dat ik kei blij ben, hè. Ho, ho. Jongen, jongen, maar goed, ik ben toch gekomen, ik ben geboren. Hebben nog geprobeerd om hen terug te houden, maar dat is niet gelukt. Maar ja, er zijn ergere dingen, hè? Toch, dat bedoel ik. Nou, ik zal me nergens eens voorstellen. Ik ben Harry Geutjes. Ja, inderdaad, ik ben er een van. En vorige keer, toen stond een nol hier, weet je dat nog? Dat is al even geleden. Toen stond nol hier, dat is een oom van men. Dus Goni, dat is zijn dochter, dat is dan een nichtje van men. En Tony, die dan ook een keer hier heeft staan, dat is die puber, dat is dan weer een zoon van Berry. En Berry is dan weer een broer van Goni. En de zoon is dat dan van oom nol. Dan weet een beetje hoe het in elkaar zit, hè? Onthoud jij dat? Dat geloof ik niet. Maar goed. Zeg, ik ben er dus ook een van Gutjes, maar eigenlijk ook weer niet helemaal. Want ik lijk niet echt op de rest van de familie Gutjes. Ik ben eigenlijk meer een beetje het buitenbeentje. Ja. Dat is van kind af aan was ik al anders. Ik weet nog goed. Dan zal ik u vertellen, ik lag in de wieg. En na mijn geboorte, hè. En ik snapte de wereld om me heen echt niet. Ik zag het heel de wereld van een knolraap aan. En de eerste dagen kwamen alleen maar familie over de vloer. En één voor één kwamen ze dan zo naar die wieg toe. En dan stonden ze zo over die wieg gebogen en dan zagen ze men. En ik zag dan zo'n hele grote kop op men afkomen. Dat was best traumatisch, mag ik wel zeggen. Ik leek wel, verdorie, een attractie van een Efteling. Ik verstond ze niet, maar ik dacht toen al wel, zo wil ik later niet worden. Kijk nou toch, die jongens zijn er ook. Wat leuk. Ik dacht, maar waar waren die mensen lelijk, jongen. Lelijk, niet normaal. Dus toen heb ik besloten, als jullie linksaf kwam, dan gooi ik rechtsaf en andersom. En dat was op school precies hetzelfde. Ik weet nog op kleuterschool, dat is lang geleden, maar dat weet ik nog goed, wij hadden juffrouw Annie. En juffrouw Annie die zei op een gegeven moment tegen ons, ze zei, wie van jullie kan het seizoen van het jaar opnoemen? Zit mijn vinger in de lucht, zei ze, Harrieke, zeg het maar.
zeg herfst, winter. Ja, zegt ze, en waar blijft dan de lente en de zomer? Ik zeg, ja, daar vraag ik me eigenlijk ook af wat die blijven. Ik heb geen idee. Nog een hand op de lagere school vraagt Mr. de Vries. Ken die nog, Janus? Janus de Vries? Janus de Vries, die had een natuurkundeles was je ontgeven. En toen zei hij tegen ons, bij hitte zet iets uit en bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven? Ik met een vinger omhoog. Ik zeg... Ja, nee, ik zie jullie denken. Ik zie jullie denken, maar daar zin ik niet. Nee. Zo'n vuil mannek was ik niet. Tenminste, toen niet, hè. Toen niet. Ik zeg vakantie. Hij zei, je vakantie? Ik zeg, ja. Ja, want de zomervakantie duurt 6 weken... en de kerstvakantie duurt maar 2 weken. Kijk, dat wou ik zeggen. Ik joeg. Ik had bijna veel moeten zeggen. Ik joeg echt vroeger iedereen op de kaas, echt waar. Gewoon omdat ik te slim was voor school. Ja, ik zie ook, dat geloof ik niet op school, maar ik was te slim voor school. Houd hem maar heel. Lukt het bollen? Of moet er nieuw bier komen? Het zit weer te knoeien, hè? Nee, maar ik was gewoon te slim voor school. Ik denk, dan moet ik snel vanaf. Ik rap naar de universiteit. Ik denk, ik moet iets hebben waarbij mijn intellect past. Ja, maar dat viel ook niet altijd mee. Ik kan me nog herinneren, ik zat op de universiteit. En er zat op een gegeven moment zat een professor, die zat in de kantine, zat hij te eten. En ik denk, weet je, ik schuif van diezelfde toffel aan. Dus ik kon tegenover die professor zitten. Hij keek mij aan en hij zei... Een varken en een vogel eten niet aan dezelfde tafel. Ik zeg, even goede vrienden. Zeg, dat geeft helemaal niet erg. Dan vlieg ik wel naar een ander toffeltje. Ja. Nou, hij nog kwaaier, helemaal over de rooien en bij het volgende tentamen, toen dacht hij mij nergens een oor aan te naaien. Hey. Maar ik wies alle, op alle antwoorden, nee, op alle vragen wies ik alle antwoorden. Ja, en toen kwam hij op het laatst mijn meerkeuzevraag en toen zei hij tegen mij, hij zei, op straat tref je 2 zakken aan en in de ene zak zitten bankbiljetten en in de andere zak zit verstand. Welke neem je? Zeg, ja, daar hoef ik niet over na te denken. Niet met dat geld natuurlijk. Ja, hé. Hey. Hij zegt, in uw geval had ik toch maar gekozen voor het verstand. Ik zeg, ja, dat is meestal, hè. De mensen pakken meestal hetgene wat ze zelf niet hebben. Nou, ik meende dat hij uit elkaar klapte, zeg. Zonder kop had hij. Leek er wel een van geurtjes. Hij greep mijn formulier van de tentamen, zet hem in grote letters onder. Onnozelaar. Ik vat dat papiertje aan, draai hem naar hem. Ik denk, nee, wacht even. Ik draai weer terug, loop naar hem toe. Ik zeg, meneer de Vesser, je hebt er uw naam wel onder gezet, maar je bent vergeten om het punt erbij te zetten. Nou, dus echt afstuderen, dat zat er ook niet meer in bij me. Maar ja, hé, och. Er zijn ergere dingen. Ja. Nou, dus ik dacht, dan maar zo snel mogelijk aan het werk. Toch? Maar ja, wat moet ik gewoon doen? Dat is ook nog zoiets, hè. Heb ik een beroepskeuzetest heb ik zelf gemaakt. Maar daar komen dingen uit, joh. Nou, echt, ja, echt. Daar stond bijvoorbeeld in, als je goed kunt knippen en plakken, dan kun je altijd professor worden op de Universiteit van Tilburg.
En als je heel goed vliegen kunt vangen, kun je zo op elk gemeentekantoor solliciteren. Ja. En als je heel goed kunt belken trekken, kun je altijd nog Jehovah getuige worden. Maar toen dacht ik, ik moet iets gaan doen bij mijn paast. En waar niet zo voor de hand ligt. En weet je waar ik toen geworden ben? Hondenfluisteraar. Ja, dat bestooi. Hondenfluisteraar. Ik herinner me nog een verhaal. Ik word gebeld door een jager hier in Osterwijk. Die had net een nieuwe hond gekocht. En toen vertelde hij dat hij daarmee naar een venneke was gegaan hier in de bossen. Om op inde te jagen. Ik heb een beetje heurig geleerd. Begint, ja. Dat scheelt. Nou, hij met die hond is daar naartoe. Hij ziet een ind vliegen, hij vat het dubbel op zijn geweer. Hij legt aan, hij schiet. Die ind stopt met vliegen. Die valt loodrecht naar beneden, zo de ven in. Hij zegt tegen die hond, apart. Die hond die neemt een nal op. Die loopt over dat water heen, schiet naar die ind toe, vat die ind in zijn bek, draait zijn eigen hem, loopt over dat water terug weer aan de kant. Nou, dat verhaal, daar staat je al mensen te vertellen. Ik denk, ja, maar hoor even, dat moet ik eerst zelf meemaken. Ik zeg, ik ga de volgende week met jou mee. Dus ik mee, hè, de week erop mee, hij die hond weer mee, hij legt weer aan, huppakee, in, bam, in het ven. Hij zit tegen die hond apart, die hond die schiet weer over de ven, loopt over de water heen, vat die in, draait hem, loopt weer over de water terug. Staat weer bij de jager met die in zijn bek. Ik zeg, wacht even. Ik ga wel eens met die hond fluisteren. En binnen 5 minuten wist ik het. Zeker terug naar die jager. Ik zeg, ik heb dat gevonden. Ik ben eruit wat het is. Oh ja, zeg je ja. Ik zeg ja. Ik zeg, die hond van jou, die kan helemaal niet zwemmen. Nee. Maar ja, om nou een hele dag met je honden te gaan zitten flusteren, dat is ook nog zo'n ding, hè. Want weet je wat het is? Kijk, een paar dingen gaan wel, hè. Zit. Dat lukt. Pootje. Dat lukt ook. Apport. Dat lukt ook. Maar als hij weggelopen is en je moet hem terugflusteren, dat valt nog niet mee. Dat valt niet mee. Maar ja, er zijn erger dingen. Hè? Toen ben ik nog een tijdje golfballenduiker geweest. Ja, dat besta je ook. Golfballenduiker. Professioneel knuffelaar heb ik ook gedaan. Maar er kwam op een gegeven moment de klat in. Toen er van die spatschermen tussen moesten. Een paar jaar terug. En toen kwam heel die hashtag MeToo-beweging op gang, weet je wel. En als ik dan probeerde te knuffelen met iemand, dan dachten de mensen die eromheen stonden dat ik wel een artsen zonder grenzen was. Toen heb ik nog even zitten denken om pruver te worden van hondenvoer en kattenvoer. Ja, laag er maar mee, maar het bestooi echt, hè. Serieus. Gelukskuksgeschrijver, heb ik ook nog wel zitten denken. Slangenmelker. Ja, ken jij dat allemaal niet? IJsbergjager, heb je ook. Ja, ja, ja. Mosselplukker. Maar dat vond ik niet zo bij mijn paasje. Ga je vertraging op de lijn, kan dat? Yeah. Ja. En weet je wat ik ook nog aan heb zitten denken? Fluffer. Ik denk, dat kent niemand, maar er zijn er wel een paar bij die dat wel kennen. Zal ik je even uitleggen voor de mensen die het niet weten? Weet je wat dat is? De fluffer, nou, dat leg ik uit. Dat is bij de film. Bij de film, als de ex-pauze is,
Dan is er een fluffer en die moet zorgen dat gewoon alles rechtop blijft staan. Dan zorgt hij voor. Maar dan heb ik een artikeltje over gelezen dat je daar heel gemakkelijk RSI in een armband kon krijgen. Ik denk, dat gaat je niet worden. Maar ik heb wel iets gevonden, ja. Want op een gegeven moment, zal ik u vertellen, zit ik op de reunie van de familie Geutjes. En dat is niet echt mijn ding, maar ja, och, er zijn ergere dingen, denk ik dan maar. Hè? Ja. En ik zit daar en er was echt helemaal niks aan. Dus ik dacht, 10 minuten, het is mooi geweest, ik ga met een paar maten de kroeg in. Het is veel gezelliger. Dus ik met 2 van mijn beste maten naar een gezellige kroeg. Wij zitten daar aan de bar, aan zo'n groot spiegelbuffet, weet je wel. En wij al nooit een idee. En het was gezellig en het werd later. En op een gegeven moment, 4 uur, zit die maat links van men die zei tegen men, goed aangeschoten. Hij zei, niemand in het zadel, jongens. Maar, weet ik zeggen, wou. Laat ons maar naar huis gaan, want er is niemand meer hier. Dat is alleen wij met z'n drieën. Toen zei die maat aan de andere kant van mij. Hij zei, nee, ho, wacht even. Ik zie dat er daar ginderwijd nog 3 zitten. Dus ik zeg, geen probleem. Dan haal ik die jongens even. Dat is veel gezelliger. Dus ik kruip van mijn krukken af. Hij zit die maat links van mij. Blijf maar zitten, zit hij. Dan komt er alleen vanzelf. Maar goed. Ben ik toch s'nachts nog redelijk naar huis kunnen kruipen. Nu ben ik s'morgens wakker geworden. Nog niet helemaal boven mijn theewater, maar goed. En toen dacht ik weer aan die reunie van onze familie. Van de Geutjes. En toen dacht ik, ach, er zijn... Nee, er zijn geen ergere dingen dan zonavondje. Wij zijn die mensen lelijk. Jongen, jongen, met zijn bottenglazen en die taanden allemaal, dat is echt niet normaal. En op dat moment schoot men te binnen wat ik wilde gaan doen voor de kost. Toen wist ik het in één keer. Ik gooi dus in de gebitten business. Ja, ja, zeker wel. Ik word tandtechnisch ingenieur. Daar word ik. En een soort nieuwe 12 Werkhoven. Want ja, die is er van deur, hè. Tenminste, die is gestopt. Dus ik wou 12 Werkhoven 2.0. Wel gewoon Harry tegen mij blijven zeggen. Niet in één keer Twan. Dat vind ik dan weer niet zo leuk. Maar ja, weet je, iemand moet dat doen. Iemand moet dat doen. En alleen al kijk het naar mijn familie, dacht ik van, ja, laat ik dat dan maar doen. Want als ik zo eens in de familie rondkijk, dan zit daar voor men toch wel een inkomen in van zeker 2 keer modaal. Ja. Dus ik nog een studie, want dat moet, hè. Twan heeft daar ook voor gestudeerd. Dus ja, dat moest ik ook. Dus dat kostte men toch ook al gauw pak een beet 2,5 tot, nou, zeker 3 uur inlezen. En toen had ik ook bedacht om kosten te besparen. Ik denk, weet je, ik ga niks huren, ik ga geen tent kopen. En nee, ik gooi mobiel. Ik gooi de boer op. Ik gooi bij de mensen langs of weet je wel, ergens staan. Dat ga ik doen. En dan wou ik eigenlijk vragen aan Luc Sweers, maar ik heb gehoord dat die op skivakantie is. Dat is toch zunt, die mist wel, hè? En Roger van ter Horst, is die wel? Schrok niet. Die kent ook wel, hè? Zonder Vergeel, de neer. En die andere, die een derde, hoe weet jij nou toch? Die van Nurk, heb ik al gevraagd. Die was hier gisteren, ja. Ik zeg, de SSV-woontje van jou. Kan ik dat niet huren? Want als jullie dat zelf niet nodig hebben, dan kan ik dan mooi mijn mobiele tandtechnisch ingenieursbureau inmaken. Dat lijkt me best leuk.
toch zo'n beetje mijn foto's een beetje opleuken aan de binnenkant van mijn familie om te kijken hoe het niet moet. En dan hang ik ook weer postertjes neer van die mensen, weet je wel, van die hele schone tanden, van die mooie witte rij met tanden. Oh. En dan wou ik op de buitenkant van de wagen een hele grote afbeelding wou ik maken van, weet je wel, van zo'n mooie gebrande kop met van die witte tanden erin. En dan mee zo'n sterke van mijn clean zo'n effe. En dan moet ik misschien toch eens aan Harry Massé vragen. Want wie weet kent hij wel iemand die model wil zijn. Nou, van mijn buurman, die neven mij woont, die vroeger bij de meubelfabriek werkte, heb ik al een stoel gekregen. Ken die nog? Van de meubelfabriek, met zo'n brandmerk erin, weet je wel. Die mooie, lekkere, grote stoelen. Dat je denkt, oh, als je daarin zit, dat werkt als een tierlier zo ontspannend. En dat zijn maar die lompzware. Wie kent ze nog? Wie kent de stoelen van meubelfabriek nog? Van die grote houten stoelen met die grote, dikke leren kussens erin, waar je zo lekker krakend in kon verdwijnen. Die bedoel ik. Zo, als je ergens op visite bent en een gastvrouw, die zet iets op tafel en dan zegt ze van, vat maar rust hoor, het staat op weer. Vat tas toe, tas toe. En dat je dan in je stoel zit en dat je dan denkt, ja. Yeah. Lekker. Maar hoe kom ik daar? Zonder relaxstoel, die bedoel ik. Nou, eens even kijken, waar haal ik dan nog? Oh ja, ik heb al een stamplotje in gedachten. Hiervoor op Lindenplein. Ik dacht, als ik nou mijn wagen tussen de begonje en toon zet. Tussen het bed gelag. Dat lijkt mij wel iets. Vraag ik aan de jongens van de keukens, hè, van die keukenboer. Vraag ik of daar een leidings kunnen toemaak leggen. Naar een van die afzuigkappen bij jullie, dat ik meteen afzuigen heb, hè. Dat is gewoon fijn. En bij Toon vraag ik of er een leidingske van hem naar mijn wagen kan. Mee whisky erin. Want dat ontsmet en dat werkt ontspannend. Als verdoving. Ook voor mij. En dan mogen de klanten van Toon, dat is een tegenprestatie, mogen dan bij mij op het verhoogde terras komen zitten. En donderdags heb ik mijn standplaats geregeld al. Op de Mert. Ja, dan ga ik daar staan, gezellig druk. En dan roep ik, waar blijven mijn klantjes? Met die lelijke tuintjes. En dan heb ik zo afgesproken dat ik net voor de kiepenboer ga staan. Heb ik al een deeltje mee geregeld. Want die hele oude kiepen die hij heeft, die gaat hij dan verkopen. En dan is de bedoeling dat het vlees van die kiepen tussen de taanden van de mensen blijven zitten. Die komen dan weer bij men als klant. En dan doe ik 50-50 met die kiepenboer. Vond ik een leuke deal. Ja. Want dat doe ik er dus ook allemaal bij, hè. Ik ben niet voor niks taantechnisch ingenieur. Ik doe schoonmaken, leeghalen, weer vullen doe ik erbij. Bruggen plaatsen doe ik. Viaducten, zebrapaden aanleggen. Echt waar, beugels heb ik in allerlei maten. Blokjesbeugels, specialiaal, voor 40-plussers. Dat is helemaal in, met die glinsterende dingetjes. Daar lopen ze allemaal mee rond, hè. Ik heb pas nog een van 85 mensen een blokjesbeugel gezien, jongen. En ik wou mijn fiets dan niet, maar dat bleek dus toch iemand te zijn. Ja, en weet je nog, dat weten jullie misschien nog wel. Weet je nog dat vroeger iedereen Wolf had? Wolf, ja. Nou, die is weer terug in Nederland. Ja,
En nou ben ik de enige die die legaal mag weghalen. Dus dat vond ik ook leuk. Dat komt er ook bij. En op woensdag ga ik bij de vloed staan. Daar hou ik dan een ruilbeurs. Dan kun je gezellig, weet wel, die mensen van de vloed, die kunnen dan gezellig men in de wagen gebitten komen pasen. En als ze de tandjes kwijt zijn, of de verkeerde heb ik gekregen van de zuster, kunnen ze daar bij mij komen ruilen en pasen en zo. Ik maak nieuwe voor jullie, doe ik ook. Dat kunnen bij happen trouwens, dat moeten bij happen, hè. Als je nu tandjes wil hebben, dan moet je happen. En ik weet niet, kennen jullie nog van vroeger happen? Dat je die smurrie in je mond kreeg en dat je dat... Dat er zo achter tegen je huig aan begon te plekken. Kennen je dat? Oh, dat vond ik zo vuil. Heb ik wel opgevonden. Ja, is het lang geleden? Dan gaat dat wel jaren mee. Maar als je nou weer nu nodig hebt, dan komt er met mij. Ik heb achter in de wagen even de gebittenbak. Heb ik een touwje gespannen met peperkoeken aan. Dan kunnen we mijn komen happen. Heb ik afgekeken van de Koninginnendag. Weet je dat nog, op de Koninginnendag? Weet je toch wel. Koninginnendag was toch altijd koekhappen? Ja, jawel. Ik zie ze nog gewoon. Prinses Christina. Die zetten ze dan smergens af, want dan waren ze van een heel hoop gezeven af. Die zetten ze dan smergens af. Ga maar even koekhappen, Christina. En dan Christina, die ging dan koekhappen, weet je wel. Geen benul waar ze was. Was heel een dag zuid mee. En een leuke bijkomstigheid was, als zij zo lief, dan kon ze ook niet zingen. Nou, op maandag en vrijdag dan rijd ik nog een beetje rond op afspraken en zo. Maar als jullie toevallig een leuke standplaats weet, app men, bel men, sta je gewoon in de gouden gids. Je moet even kijken onder HG, Harry's gebitjes. En ik denk dat ik moet er van deuren, jongens. Ja, het is hoog tijd, want ik moet nog ijzerdruikjes gaan halen voor de beugeltjes. Moet ik ook nog doen. En ik moet nog een dikke 100 gebitten moet ik nog ergens op fluff. Nee, dat kan ik nou niet meer zeggen. Nee, die moet ik gewoon schrobben, want die moeten nog in een bak. Dus ik ben er van tussen, maar hey, blijf rustig zitten, want toch, er zijn ergere dingen. Houden, hè? Jongen. Harry, oftewel Huub. Ja. 12 ambachten, 13 ongelukken. Ja, meer. Ja. Nou, geef ons maar meer van zukken, want het is heerlijk om naar jouw sauwel te luisteren. Ik wil jou vragen om te toasten op dit publiek. Als je wilt, kunnen we nog een keer spoelen van tevoren. Oh, dat is iets voor in de wagen. Ja, dat dacht ik. Spoelt u maar even. Dat is leuk. Maar wat ben ik blij dat ik hier weer ben. En dat een potje sauwelen in deze ton weer ken. En waar ben ik blij dat jullie hier weer mogen zitten. En dat ik ze allemaal weer zie. Die stralende gebitten. En al die dulke slimme. Ja, iedereen is blij. Lang leven de lol. Ik zeg tandje erbij. En met die doemdenkers, daar maken we voortaan korte metten. In het genieten. Daar gaan we ons taand voortaan inzetten. En weten soms niet meer hoe je het leven kunt laten swingen. Altijd blijven denken. Ach, er zijn ergere dingen. Luister maar gewoon naar deze toast. Die eindigt mee, klinkend op het mooie Oosterwijk. Proost.
Oh. Lekker, hè? Lekker. Op je gezondheid. Huub van den Boogaard, dankjewel. Harry Gutjes, voor jouw geweldig verhaal. Afmars voor Harry Gutjes.